Goedendag en welkom bij de presentatie van deze gezellige, zingende en dansende kerstman. Mijn grote vriend is 1,50 meter, is die hoog. Maar als u wilt, kunt u hem ook gebruiken als tafelmodel en dan zal ik u zo dadelijk eventjes uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Maar in de voet, daar zit de luidspreker, waar dus zijn gezellige muziekje uitkomt. En in de voet zit nog iets meer en dat is namelijk een bewegingsmelder. Dus zet hem gewoon ergens neer. En dan staat hij stil zoals nu. Komt er iemand langs gelopen, dan begint hij spontaan zijn kunstje te doen. Laten we dat maar eens even doen. Kijk maar eens even met me mee wanneer ik gewoon met mijn voeten voorlangs ga. En dan begint hij. Dus Merry Christmas. Een en al gelukkigheid en gezelligheid tijdens de feestdagen. Dus ik zou zeggen, maak gewoon uw bestelling. En dan wens ik u hele leuke, gezellige feestdagen. Maar ik ga u nog even vertellen hoe je deze kerstman van 1,50 meter als tafelmodel kunt gebruiken. Heel simpel, druk hem naar beneden toe. Hopla, en dan is hij als tafelmodel ook te gebruiken. We gaan hem eventjes uitdoen nu. Want dan ga ik u ook nog eventjes laten zien. Hoofd eraf. En dan in het karton doen en dan kun je hem opbergen. Mocht je hem uiteindelijk na de feestdagen weer willen gaan gebruiken, een jaar later, heb je hier een ronde knop. Die draai je een kwartslag omhoog. En dan zie je het al. Dan komt Santa Claus. Die komt weer omhoog, de kerstman. En dan kan hij weer gezellig beginnen te zingen. Dus ik wens u hele fijne, plezierige, warme feestdagen. Samen met deze gezellige kerstman.